internationale klieken die gezellig tegen een ander hetst. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind. Mijn familie van Hemiksem, Anna en Charles, ik heb ze altijd bij de naam genoemd, maar het was evenveel voor mijn familie als mijn eigen Joodse familie. Ik weet dat ik een pop had die de naaister, de zuster van Anna, gemaakt had van stukjes stof. En waarschijnlijk heb ik daar een hele rare naam aangegeven, vind ik zelf, omdat als de mensen in de winkel kwamen, waarschijnlijk moeten gepraat hebben dat Hitler doet ons dat allemaal aan. Hitler is de slechte, want die pop was mijn Hitler. En dat weet ik omdat ik van tijd tot tijd droom. Ik droom heel weinig. Maar als ik droom, is het altijd met die pop. En dan slaag ik met die pop. Of ik stamp erop. Want die kon ik kapot. En ik veronderstel dat dat was op het moment dat ik of pijn of iets niet had mogen doen of triestig was, dan moest Hitler het bekopen. Anna en Charles zorgden meer dan 3 oorlogsjaren voor de jonge Regina. En Charles had regelmatig contact met het andere onderduikadres van haar ouders. Dat zijn uitzonderlijke mensen. En als ik naar de scholen ga om hun verhaal te brengen, om aan de kinderen te trachten te doen begrijpen dat een keuze op zekere momenten verplichtend is in het leven en dat ze dan ook de goede keuze moeten kunnen doen. En vooral die mensen die dat gedaan hebben in de oorlog mogen nooit vergeten worden.